Hoi iedereen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik iets doen wat ik eigenlijk nog nooit heb gedaan op mijn YouTube kanaal. Ik heb een YouTuber boek review voor jullie. En ik heb hier een aantal boeken van YouTubers, waaronder Miranda Sings, Anna Nushin, Miss Lip Gloss, Joey Graceffa en Masha van Beauty Gloss. Ik ga me er eerlijke mening over geven. Ik ga de achterkanten lezen van het boek, waar het boek eigenlijk over gaat. Ik ga de prijzen erbij noemen. En alle linkjes van de boeken vind je in de beschrijving. En ik vertel er ook natuurlijk bij waar ik het heb gekocht. Dus ben je benieuwd wat mijn mening is over de boeken? Blijf dan vooral kijken en doe een dikke duim omhoog. Dan gaan we nu beginnen. Oké, met welk boek ga ik beginnen? Oké, ik ga beginnen met de Engelse Amerikaanse YouTubers. En daarvan heb ik er twee. Ik heb het eerste boek en dat is deze van Joey Graceffa. En dit boek heb ik ooit een keer gekocht in Amsterdam. Dit boek heet In Real Life, My Journey to a Pixelated World. En dit gaat over de 24-year-old Joey Graceffa has captured the hearts of more than 4 million teens and young adults throughout his playful, sweet and inspirational YouTube presence. Not to mention his sparkling eyes and a perfect hair. Dit is echt maar een autobiografie over zijn leven eigenlijk. En er staan ook allemaal foto's in. Ik vind de cover echt super mooi. Je ziet duidelijk zijn ogen, zijn haar. Alles zeg maar waar hij voor staat. En dat vind ik wel heel erg mooi. Het boek is wel in het Engels. Dus je moet er echt wel Engels kunnen spreken zeg maar. En verstaan en lezen en zo. Er staan ook foto's in trouwens van zijn jeugd. En dat vind ik wel ook heel erg leuk. Om allemaal te zien en zo. En het is echt wel een hele leuke YouTuber. Ik kijk niet al zijn filmpjes. Omdat ik het ook druk heb met mijn eigen video's opnemen natuurlijk. En ik kijk ook best wel veel vlogs. Dus af en toe zie ik wel een leuke video voorbij komen van hem. En denk ik van oké, ik klik het even eraan. En dan ga ik het gewoon kijken. Oké. Dit boek kostte €13,35 en heb ik gekocht in Waterstone in Amsterdam. Dat is een boekenwinkel en het linkje van het boek, niet van de site Waterstone, maar van een andere webshop, zal beneden staan. Ook heel vet, ik keek in het boek en waar kwam ik achter? Dat zijn handtekeningen meer. Staat er toen vroeg ik aan die vrouw van ja, klopt het? Staan niet alle handtekeningen in boeken? Nee, dat klopt. Hij heeft een aantal boeken gesigneerd. En die zijn verstuurd. Dus ja, dit boek. Ik heb gewoon een boek met een handtekening. Oké, dat is het tweede boek. En dat is dit boek. Self Help by Miranda Sings. Dit boek gaat over you're the luckiest person in the world right now. Because you have my manual on how to be a person. Dit boek gaat over hoe je een persoon moet zijn. Ik heb ooit een keer in een vlog heb ik laten zien dat er een Miranda Sings hoofd in zat. Die je kon uitknippen. En ik ben hem even aan het zoeken weer. Dat je die kon uitknippen en als masker kon gebruiken. En er staan allemaal hele rare feitjes in. Bijvoorbeeld dit. Ugh. En allemaal echt hele leuke plaatjes en zo. Kijk dit. En toen vertelde ik, wie gaat hier nou meelopen? Dus, ja, ik er niet. Ik geef het boek eigenlijk wel een goede review, omdat het best wel een vrolijk boek is. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op, dit boek. Maar daarom is die ook zo leuk. Dit boek was £12. En ik heb deze van Ines geleend. En normaal had ik dan het boek Zoella gekocht. Maar die heeft Ines omdat we gingen ruilen en omdat ik dit boek ook wilde lezen. En dit boek heeft Ines ook gekocht bij dezelfde boekenwinkel als ik dit boek heb gekocht. Want ja, ik heb toen deze gekocht en Zoella. En deze heeft Ines gekocht. En dan gaan we over op de Nederlandse boeken. Daarvan heb ik er 3. Echt superleuke boeken. Ik heb dit boek heb ik laatst aangeschaft. Of heb ik voor kerst gekregen. En dit boek heet Anna Nushin on Top, jouw handboek voor online succes. Nou, ik ben bezig met mijn YouTube kanaal, dus online moet je wel succesvol zijn. Dit boek gaat over On Top is a must-have inspiratiegids.
die wel eens gedacht hebben, is dit alles. Een boek vol humor, zelfspot en herkenbare situaties. Nou, er staan ook allemaal foto's in van Anna. Ik vind dit persoonlijk wel een mooie foto van Anna Lucien. En ze presenteert ook RTL Boulevard af en toe. En ik ben echt super trots op Anna. Want dit, als je zulke foto's ziet, dan heb je ook gelijk zin om op vakantie te gaan. Het is echt een superleuk boek als je houdt van online succes en bezig bent met YouTube. Dan vind ik dit echt een topper. Een must-have boek. En ja, ik ben hier echt super lyrisch over. Ik heb hem nog niet uit. Ik ben bezig met lezen. Ik ben nu bij hoofdstuk 5, congrats. Je bent eigen baas, zo word je geen bitch. En dat is bladzijde 112. Dus ik ben echt heel blij. En deze heb ik bij de Bijenkorf gekocht voor maar €20. En dat is echt geen geld voor een boek. Dan gaan we over naar de volgende. En dat is dit boek. Cynthia Beauty. En ja, jullie vragen je bent een jongen. Wat doe je in godsnaam met een beautyboek? Nou, er ging al van... Er was een hoofdstuk die mij best wel aansprak van op reis. Want ik heb best wel struggles met het inpakken van mijn koffer. Hoeveel neem ik mee? En in dit boek staat een lijstje van... Goh, wat kan je allemaal beste meenemen qua beautyproducten? Want ik ben best wel iemand die te veel meeneemt. Bijvoorbeeld, ik neem echt... Als ik 2 weken weg ga, neem ik letterlijk 5 douchegels mee. Omdat ik denk, dat kan ik afwisselen. Maar ja, ik kan ook gewoon 2 douchegels meenemen. Of gewoon 1 hele grote fles. Want dat raakt ook niet echt op. Dat merk ik. Omdat je ten eerste heel veel zwemt. En dat soort dingen. En ja. Oké, dit boek gaat over... ook eigenlijk een soort van autobiografie. Ik was 16 toen ik begon met bloggen. Miss Lipgloss. Ik hield van Lipgloss. Dat zegt Cynthia. Zo simpel was het. 2 jaar later had ik 5000 bezoekers. Per dag. Nooit gedacht dat je van bloggen zou kunnen leven. Maar ik besloot het te proberen. De bezoekersaantallen schommelen nu tussen de 30.000 en de 50.000 per dag. Dat zijn veel meiden en jongens die veel plezier hebben van mijn leven en beauty tips. Dus ook een zeker heel leuk boek, Cynthia Beauty. En dan heb ik de kersen op de appeltaart of whatever, hoe je het ook wil zeggen, bewaard voor het laatst. Want ik heb ook het boek van Marcia. En Happy Life. Dit boek is echt een super goed boek. Dus over de liefde kan ik zo enorm veel vertellen. Ik heb al langer dan 10 jaar een vaste relatie en ben daar gelukkig mee. Mijn tips: vertrouwen is enorm belangrijk en elkaar loslaten ook. Laat iedereen zijn ding doen en zorg er vooral voor dat je los van elkaar ook nog een leven hebt. Dus dit zijn echt handige tips hoe jij in je leven kan staan. Daarom heet het ook Happy Life. Wat ik echt een hele mooie foto vind in het boek is deze. Deze foto's zijn gemaakt door Alexander. En dat weet ik toevallig omdat ik Marcia's vlog elke dag kijk. En ik vind dit ook een hele mooie foto. Maar misschien nou deze vind ik ook wel heel erg mooi. Ik vind echt alle foto's in het boek vind ik super nice. En één foto met Gregor vind ik ook wel een hele mooie foto. En ze geeft ook heel veel tips en whatever. En over carrière, over uit huis gaan. Dit vind ik echt een wauw foto van Gregor, Marcia. Dus, en dit boek was trouwens €15. En als ik de prijs van deze niet heb gezegd, is ook €15. En deze kan je kopen bij de Bruna trouwens. Deze 3 boeken. Deze heb ik bij de Wijker gekocht. Deze heb ik bij Bruna gekocht. En deze ook. Dus, dan was dit de video voor vandaag weer. Ik bedank jullie voor het kijken. Vind je deze video's nou leuk? Moet ik dit vaker doen? Boekreviews of andere soort video's? Laat even een comment achter hierachter. Doe een dikke duim omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan spreek ik jullie weer in een andere video. Dus tot volgende keer guys. Doei doei!